De Contra-reformatie had een enorme invloed op de kunsten en leidde tot een nieuwe kunststijl, de barok. Volgens sommigen gebakken lucht en volgens anderen pure emotie. Barok drukte in essentie vooral overwinning, triomf uit. Welke triomfen er dan zoal te vieren waren, vertel ik je in deze videoles. Wanneer de ene kunststijl of cultuurhistorische periode eindigt en de andere begint, is nooit precies vast te stellen. Deze overgangen verlopen zo geleidelijk dat ze voor de mensen die ze meemaken nauwelijks waarneembaar zijn. Pas vele jaren later zijn we in staat kenmerken te onderscheiden en daarmee ook begrenzingen aan te geven. Het tijdperk dat we later barok zijn gaan noemen, ontstond aan het eind van de 16e eeuw. Kunstenaars konden, binnen de maatstaven van eenheid en harmonie van de Renaissance, de grote meesters als Michelangelo en Raphaël onmogelijk meer overtreffen en gingen op zoek naar vormen en ervaringen buiten die traditionele regels. Het woord barok is niet meer dan een etiket dat er pas vanaf de tweede helft van de 18e eeuw is opgeplakt. Het is waarschijnlijk afgeleid van het Portugese woord barroco, dat onregelmatig gevormde parel betekent. Hoe men toen tegen de stijl aankeek, is dus wel duidelijk. Een parel is mooi en kostbaar, zolang het een perfecte bol is, maar wordt stukken minder waard en zelfs wel afstotelijk als zij vergroeid is. Ook voordat barok de officiële naam van de stijl was, werd de term al vaak gebruikt om protserigheid mee aan te duiden. De kunststijl werd lange tijd beschouwd als ontaard, grillig, bizar en overdreven. Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstond een geleidelijke herwaardering, en dan nog vooral in de katholieke wereld. Het begrip barok omvat echter veel meer dan een kunststijl. Het wordt ook gebruikt voor de hele cultuur van, voornamelijk, de 17e eeuw. Hier is het belangrijk onderscheid te maken tussen de gebieden die in de Reformatie protestants werden en de gebieden die rooms-katholiek bleven. De Reformatie veroorzaakte een culturele scheidslijn die tot op de dag van vandaag Europa verdeelt. Hoe die tweedeling is ontstaan, hebben we eerder al verteld, maar uiteindelijk resulteerde het in grote lijnen in het volgende. In de protestantse wereld werd de burger geacht voortaan zelf verantwoording af te leggen tegenover God. Hij moest zelf de Bijbel gaan lezen en interpreteren. De Bijbel moest daarom toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen moest dus leren lezen, leren nadenken en naar school, want onnozelheid was het grootste gevaar voor de samenleving. De protestant moest zijn eigen weg gaan vinden door zelf keuzes te maken en die, ten overstaan van God, te toetsen aan zijn eigen geweten. De katholieke priester, die altijd tussen de mensen en God in had gestaan en het monopolie had op de kennis en daarmee op de geopenbaarde waarheid, werd vervangen door de dominee, die voor de gelovigen niet meer was dan een gids en reisgenoot. Daarnaast geloofden protestanten dat genade, dus de redding van de ziel, een gave is van God aan alle mensen die hij heeft uitgekozen. Of uitverkoren, zoals protestanten zeggen. Welvaart werd beschouwd als een duidelijk teken van Gods genade, maar tegelijkertijd wist iedereen ook wat er in Spreuken staat. Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val. De combinatie van scholing, eigen verantwoordelijkheid, ijver, spaarzaamheid en misschien ook wel angst om iets fout te doen in de ogen van God leidde in de protestantse gebieden tot een klasse van ondernemers die de aanjagers werden van brede welvaart en een nieuwe burgerlijke cultuur. Voor kunstenaars in de protestantse gebieden viel de kerk als opdrachtgever weg, want kunst werd uit de protestantse kerken veelal geweerd. maar daar kwamen de burgers voor in de plaats, die op zeer grote schaal handzame kunstwerken bestelden met veelal wereldlijke onderwerpen. Hoe anders was dat in de katholieke wereld? De culturele en economische revolutie, die bijvoorbeeld Amsterdam op de wereldkaart zette, bleef in het zuiden van Europa uit. De Italianen bevrijden zich niet, zoals de Nederlanders, van het Spaans juk. In het hele gebied dat we nu Italië noemen, bleven de Spanjaarden en de katholieke kerk de hele 17e eeuw de dienst uitmaken. En beide machten konden alleen maar blijven bestaan dankzij de dunne, maar machtige bovenlaag van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en aristocratie, die zichzelf alle middelen, baantjes en kerkelijke ambten toebedeelden, die haar geld vooral gebruikte voor het vergroten van haar eigen aanzien en er belang bij had de rest van de bevolking afhankelijk te houden. Die bevolking had weinig perspectief, want de Italiaanse economie kende alleen maar tegenslagen. De zeehandel verplaatste zich van de Middellandse Zee naar de Atlantische Oceaan. De conflicten tussen Spanje en Frankrijk, die op Italiaanse bodem werden uitgevochten, en de Dertigjarige Oorlog richtten grote schade aan. De enorme Spaanse belastingdruk om alle oorlogen te kunnen betalen verarmde de bevolking nog verder, en de pestepidemie van 1630 kostte 1 op de 4 mensen het leven. Aan het einde van de 17e eeuw liep Italië economisch ver achter op andere landen en was het land, voor zover je al van een land kon spreken, economisch uitgeput, politiek instabiel en sociaal uiteengevallen. Honger en ondervoeding kwamen op grote schaal voor. Dat was het miserabele politieke, economische en sociale klimaat waarin de barok bloeide. Het is merkwaardig dat al die misère op het eerste gezicht maar zo weinig invloed lijkt te hebben gehad op de beeldende kunst en architectuur. Wie vandaag de dag door Rome loopt, wordt nog altijd verpletterd door de overweldigende pracht van de kerken en paleizen, die pausen en kardinalen er in de 17e eeuw hebben laten neerzetten. Als toerist is het misschien niet zo fijn het te beseffen, maar al die pracht kon alleen maar worden gerealiseerd door een enorme sociale en economische ongelijkheid. De barok is een rijke stijl die ontstond in arme landen, Spanje en Italië. De kerk was ook in het tijdperk van de Renaissance al een heel belangrijke opdrachtgever geweest. Naast de nieuwe rijken, als de families de Medici, Gonzaga, Este, Montefeltro, Sforza en noem ze allemaal maar op. Maar de kerk was toen nog doordrenkt met een tolerant en liberaal humanisme. En de kunstenaars durfden hun madonna's een stoffelijkheid en sensualiteit te geven die brutaal en werelds was. Het Concilie van Trente veranderde dat. Na de 25e zitting verscheen het decreet over de verering van relikwieën van heiligen en over de afbeeldingen van heiligen. Daarin stond het volgende. Het volgende moeten de bisschoppen zorgvuldig onderwijzen. Door dat wat in een schilderij of in andere afbeeldingen is uitgedrukt door middel van verhalen over het geheim van onze verlossing, wordt het volk opgevoed en gesterkt om zich de geloofsartikelen te herinneren en ze voortdurend te vereren. Dan wordt uit alle heilige afbeeldingen een grotere vruchtbaarheid verkregen. Niet alleen omdat het volk aan de weldaden en geschenken wordt herinnerd die hem door Christus zijn verleend, maar ook dat gelovigen, geleid door heilige Gods wonderen en door heilzame voorbeelden, God dank brengen voor dit alles en aangespoord worden hun leven en gewoonheden af te stemmen op de navolging van de heiligen. om God te aanbidden en lief te hebben en de godvruchtigheid te beoefenen. Als iemand het tegenovergestelde leert of denkt, hij zij verdoemd. Kunst moest weer tot lering van het ongeletterde volk gaan dienen, net als in de middeleeuwen. Zij moest de mensen verheffen en het geloof verdedigen. De vreugdevolle elegantie en sensuele schoonheid van de Renaissance werden vervangen door strenge morele regels. Voor de kunstenaars was er geen ontkomen aan. De kerk, gesteund en verdedigd door Spaanse soldaten, ging in heel Italië een strenge censuur uitoefenen. Terwijl het concilie maar 2 alinea's aan de kunst wijdde, schreven andere geestelijken er niet veel later hele boeken over vol. Het meest bepalend werden de Verhandelingen over heilige en wereldlijke afbeeldingen, geschreven door kardinaal en aartsbisschop van Bologna, Gabriele Paleotti. Hij werkte het decreet van het concilie uit tot wat je een leer zou kunnen noemen. Volgens Paleotti waren er 4 groepen gebruikers van kunst te onderscheiden, in volgorde van slimheid: idioten, schilders en geletterden en geestelijken. Het vermogen van de kunst om emoties op te roepen was vooral gericht op de idioten. Daarom moest de kunst duidelijk zijn en zonder bijzondere inspanningen begrepen kunnen worden. Hoe emoties konden worden losgemaakt, dat wisten de schilders. Wat er afgebeeld moest worden, wisten de geletterden. En de geestelijken controleerden of dat allemaal wel op de goede manier het doel diende. De geest prikkelen en daarmee de boodschap van redding en verlossing uitdragen en de godsdienstige toewijding versterken. Paleotti zag de menselijke geest als een scherm waarop afbeeldingen uit de herinnering worden geprojecteerd. Schilderijen moeten, om ze te kunnen begrijpen, zoveel mogelijk lijken op de beelden uit onze herinnering. Met andere woorden, ze moeten zo echt mogelijk lijken, want dan pas zijn de afbeeldingen in staat de beschouwer te prikkelen, bij hem binnen te dringen en hem te overweldigen. Het is misschien niet helemaal toevallig dat in het jaar dat Paleotti zijn verhandelingen presenteerde, in 1582, de broers Agostino en Annibale Carracci en hun neef Lodovico in hetzelfde Bologna een academie voor schilderkunst stichten, de Accademia degli Incamminati, waarnaast het bestuderen van de antieken en de grote meesters uit het verleden de studie naar de natuur hoofdzaak werd. Daar tekenden de leerlingen direct naar de waarneming stillevens in mensen, maar ook naaktmodellen, om zo getrouw mogelijk de natuur te leren weergeven. Dat in tegenstelling tot de schilderkunst van dat moment, die vooral op vaste schema's was gebaseerd, op een maniera, zoals ze dat in Italië noemden. Met de Carracci's begon een nieuwe fase in de schilderkunst, waarin klassieke helderheid en schoonheid werden gecombineerd met theatrale poses, dynamische composities en overtuigende interacties tussen de figuren. Hier zie je een schilderij van Annibale Carracci, dat de bewening van Christus voorstelt. Christus is zojuist van het kruis gehaald en zijn dode lichaam ligt in de armen van zijn moeder. Links staat Sint Franciscus en rechts Maria van Magdala. De katholieke geestelijken zullen wel heel tevreden zijn geweest met dit schilderij, want het voldoet aan alle eisen van de Contra-reformatie. Duidelijk, naturalistisch, herkenbaar en ondubbelzinnig. Het spreekt tot het gevoel en zet aan tot vroomheid. Dat Franciscus pas 1200 jaar na de afgebeelde gebeurtenis werd geboren, vonden ze dan weer geen probleem. Als heilige kon hij overal aanwezig zijn. Maria van Magdala, die er volgens het verhaal wel bij was, had als berouwvolle zondares ook een goede voorbeeldfunctie. De klassicistische barok van de Carracci vond veel navolging in Italië, maar ook in Frankrijk, waar men graag vasthield aan een klassieke helderheid. Door de Contra-reformatie werd de Rooms-Katholieke Kerk niet alleen zuiverder, maar ook orthodoxer, strenger en onverdraagzamer. Iedereen met een afwijkende mening werd van ketterij beschuldigd en kon gevangen worden genomen en worden gemarteld, en had een grote kans op de brandstapel te eindigen, dankzij de Inquisitie. Het was de bedoeling van de katholieke reformatie om het katholieke geloof te verdiepen en verlevendigen, maar er ontstond een klimaat van terreur en angst, dat de protestanten alleen maar verder van de katholieke kerk vandaan joeg. De protestanten hadden de kerk van Rome ervan beschuldigd de bescheidenheid en armoede die de kerk van oorsprong kenmerkten te zijn vergeten en alleen maar macht, rijkdom en aardse genoegens na te jagen. Het Concilie van Trente had gereageerd met strenge regels, die in de praktijk vooral voor anderen golden en niet zozeer voor de hoge geestelijkheid zelf en ook niet voor hun families. Voor hen bereikte met de barok het uiterlijk vertoon een hoogtepunt. Hun huizen en paleizen waren niet gemaakt voor intimiteit, maar voor representatie en moesten zoveel mogelijk contrasteren met de schamele onderkomens van het gepeupel dat ervoor had gewerkt. De gebouwen, beelden en schilderijen verheerlijkten vooral de opdrachtgevers, wier wapenschilden overal werden rondgestrooid en wier namen in koeienletters op de gevels werden gebeeldhouwd. Om te kunnen eten moesten de kunstenaars in de gunst komen van de kerk en om in de gunst te komen van de kerk moesten ze de grootsheid van hun kerkelijke opdrachtgevers en van de katholieke kerk hoogdravend overdrijven. De Contra-reformatie was, zoals de naam al zegt, tegen de reformatie. Hoewel katholieken liever spraken van katholieke reformatie, omdat zij niet per se ergens tegen wilden zijn, maar vooral ergens voor, stonden hun opvattingen in veel opzichten lijnrecht tegenover die van de reformatie. De katholieke kerk propageerde voortaan zo'n beetje alles waar de protestanten tegen waren. Voor de beeldende kunsten was de belangrijkste tegenstelling dat de protestanten tegen kunst in de kerk waren, terwijl de katholieken kunst juist zagen als een belangrijk middel om de gelovigen te bereiken en te overtuigen, of zelfs als een middel om de massa te beïnvloeden. De beroemde schilder Federico Zuccari betoogde bijvoorbeeld dat de kerk niet alleen op het gehoor, maar ook op het zicht en de verbeelding van de gelovigen moest inwerken. En ook de Jezuïeten benadrukten dat het belangrijk was dat de mensen geholpen werden zich de wereld van de schrift en de heiligen tot in alle details voor te stellen. Critici van de barok zeggen dat de stijl niet meer is dan gebakken lucht. En hoewel die lucht soms overweldigend is gebakken met veel fantasie en vakmanschap, ontbreekt de ziel. Om die leegte te verhullen namen de kunstenaars hun toevlucht tot orgieën van vormen en kleuren. Anderen waarderen juist de fantasie en inventiviteit, waarmee de kunstenaars binnen de beperkte artistieke ruimte die de opdrachtgevers hun boden, tot originele en geweldige scheppingen konden komen. Daarbij kun je bedenken dat kunstenaars altijd al gewend waren in opdracht te werken van de heersende klasse, dus de kerk en de aristocratie, en dat het nog niet in hen opkwam zich daartegen via hun kunst te verzetten. De Renaissance en de barok komen beide voort uit dezelfde klassieke vormentaal, maar waar de Renaissance die gebruikte in een zoektocht naar evenwicht, harmonie en eenheid, draaide in de barok alles om beweging, contrast en onderscheid. Als je de hele barok met één woord zou moeten samenvatten, dan zou dat het woord triomf moeten zijn. Triomf in de betekenis van een overwinning die uitbundig gevierd moet worden. De triomf van het ware geloof op de ketterij, van de vorst op zijn tegenstanders, van de heilige op de pest, van de heilige en martelaar op de dood, van het water op de droogte. De triomf heeft alles te maken met macht en met hiërarchie. De overwinnaar heeft letterlijk en figuurlijk altijd een hogere positie dan de overwonnene. Er is altijd afstand. De barokke bouwmeesters waren niet voor niets dol op niveauverschillen en op trappen. Trappen die de bezoekers ontvangen en omarmen, maar die hen ook klein maken en hun verwachtingsvolle blik omhoog leiden naar waar de Heer of de Heilige zich bevindt, onder een geschilderd hemelgewelf dat zijn triomf uitdrukt. Trappen die verbinden en afstand scheppen tegelijk en meteen verwijzen naar de positie van de bezoeker. Hij heeft nog een lange weg te gaan.